Het is Carrox Heis. Hokai vanavond gelukt om de rondbettelingsschaal te winnen. En in overtime was het de 4-3 en het was Duck Roast die de winnende scoorde. Naast van onze coach, zoals altijd, Chris Eimers. Chris, gefeliciteerd. Wat moet dat zo vroeg al in het seizoen een geweldig gevoel zijn voor u? Ja, en voor ons ook. Nou ja, dat is het zeker. Ik heb het net gezegd voor de krant. Is dat we werden toch wel een beetje afgeschreven. We hebben bewust ervoor gekozen om niet mee te doen met een aantal teams in het opbieden tegen elkaar. De keuze is ook wel ontstaan omdat we niet het geld hebben van een aantal andere teams. Ja, dan, naast dat een aantal spelers vertrokken. Hebben ook bewust een afscheid genomen van een aantal spelers. En dan moet je er zomaar heel, heel hard werken om een groep bij elkaar te krijgen. Nou, dat hebben we gedaan en gezocht naar een bepaalde identiteit. En we hebben gewoon een hartstikke goede 3 weken. Goede oefenwedstrijden. Goede trainingen. En dan is het natuurlijk heel erg fijn dat je voor mij een favoriet voor de titel van de Benelink. Zo vroeg in het seizoen zo goed partij kunt bieden en wint. Oké, uw verhaal van de wedstrijd, we hebben het allemaal meegemaakt. We zaten weer eens te veel in de strafbank, denk ik. Maar ik denk, doe uw verhaal eens. Nou, ik denk dat wij onszelf daar met name moeilijk maken. Het zit ook wel een beetje opgesloten in ons spel. Maar we willen agressief, we willen druk op de puck, we willen fysiek. Nou, dus wat dat betreft zijn er ook wel een aantal straffen die we over onszelf afroepen. De commentaar op de leiding, zouden we eigenlijk vorige week ons lesje wel moeten hebben geleerd. Dat zijn straffen waar we wel veel meer controle over hebben, dus dat moet er wel uit. Maar we zaten te veel in de strafbank, wat voor een groot gedeelte energie wegnam in de 5-5. Maar ik vond ons de eerste periode echt heel erg goed. Tweede periode zakte dat toch wel een beetje in. Ja, en ik heb het. Ja, nou ja, dat doe je jezelf ook tekort. En zij hebben ook de kwaliteit om daar dan gewoon een doelpunt te maken. Die tweede was gewoon een prachtig uitgespeelde goal. De derde periode, dat is gewoon, dat zit hier gewoon in het DNA. En jongens geven niet op. En blijven ervoor gaan. En ik denk, maar goed, ik heb niet helemaal een objectief beeld. Maar ik denk over de hele wedstrijd gezien dat we verdiende winnaar zijn. Oké, we worden het net al een klein beetje. U bent op zoek gegaan naar nieuwe spelers. Maar wat vindt u van uw nieuwe team en de 2 zeer belangrijke imports? Nou ja, we hebben inderdaad een keuze gemaakt omdat we op de belangrijkste plek in je selectie hebben we bewust de keuze gemaakt om daar een buitenlandse keeper te halen. Om heel eerlijk te zijn hebben we ook Oosterwijk geprobeerd in eerste instantie. Nou, die koos voor Heerenveen. Toen hebben we gezegd, nou halen we een buitenlandse keeper. We willen echt daar beter zijn dan afgelopen seizoen. Dat is Brad geworden en ja, gewoon hartstikke tevreden. We moesten natuurlijk Jurrit vervangen. Een goed schaatsende, aanvallend ingestelde verdediger. Nou, dat kwamen we uit bij Doug Rose. En dan gaat het gewoon om een selectie bij elkaar, wat met elkaar en voor elkaar hard wil werken. Nou, en dan missen we nog 2 Nederlandse spelers. We zijn bezig met het afronden van een buitenlandse aanvaller. Dat zit nog niet helemaal mee. Moet ik ook heel eerlijk in zijn. Want binnen een bepaald budget probeer je eigenlijk Sidney Crosby te vinden. Nou, die komt niet voor het budget wat wij kunnen betalen, helaas. Ja, dus zo zijn we daarmee aan het puzzelen. Dan krijg je eigenlijk een soort van bonus dat Thomas weer wil beginnen. Nou, hadden we geen rekening mee gehouden. Zo valt alles wel een heel beetje op zijn plek. En om dan de euforie maar een beetje te temperen gelijk, is natuurlijk, we zijn 3 weken onderweg. En we zijn gewoon in die 3 weken maken gewoon hartstikke goede stappen. Maar ja, het zegt natuurlijk nog niks over hoe andere teams zich gaan ontwikkelen. Blijven wij fit? Hoe gaat het met straffen? Dat zijn allemaal dingen die gedurende het seizoen zich moeten ontwikkelen. Maar het is voor de teambuilding natuurlijk heel erg fijn dat je zo goed aan het seizoen begint. Volgens mij een hele zeer dik tevreden coach. Het is u van harte gegund. Chris, bedankt. Succes volgende week in de eerste competitiewedstrijd of bekerwedstrijd tegen Zoetermeer. Er zullen zeker weer heel veel Hagenaars meegaan. Ja. Dus gefeliciteerd nogmaals en we nemen er straks 1 op. Ja. Dankjewel.